En hier gaat het allemaal om. De pijp waar tot voor kort nog rook uit kwam. En nu moet de slager, die 2 jaar geleden vanuit Balkbrug naar Dalfsen is verhuisd, noodgedwongen al zijn rookapparatuur terugbrengen. Nou, dat is mooi klotenplat gezegd. Dus nu zijn we gewoon extra tijd kwijt om iedere keer naar Balkbrug toe te rijden. Om spullen uit de kast te halen, weer in de kast te doen. En dat kost zo 1,5-2 dagen aan uren in de week wat we gewoon extra kwijt zijn. De klagende omwonenden wilden niet reageren. De achterbuurvrouw wel. Zij ervaart geen last. Af en toe, als de wind staat op ons achterhuis, dan kunnen we er iets van ruiken, maar we hebben er verder totaal geen last van. Begrijpt u wel de andere omwonenden die klachten indienen? Misschien, als ze er echt heel veel last van hebben. Maar er zijn ook mensen die hebben overal last van. En daar hou ik niet zo van. Ik vind het ook heel frappant dat de ene buren wel last hebben en degene die ernaast wonen totaal geen last hebben. Ja, dat vind ik een beetje ongeloofwaardig worden. En dus werd er een Facebookpagina opgericht om de slager een hart onder de riem te steken. Ondanks deze actie blijft de vergunning tijdelijk ingetrokken. Verder onderzoek moet uitwijzen of de slager toch weer mag gaan roken. Ja, weet u, dat is echt heel ingewikkeld, maar we hebben de wetgeving te handhaven. Mensen die overlast ervaren en die vervolgens ook op basis van onderzoek blijken het gelijk aan hun kant te hebben, die vervolgens om handhaving vragen, ja, dan hebben we dat als gemeente gewoon te doen. Dank u wel. Tot ziens.